Je bent de Dennis, ek Denniske En vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe GTA video. En in de video van vandaag ga ik het hebben over geld en over aandelen in GTA 5. Want uh, zoals jullie weten, geld is een belangrijke GTA 5. En er zijn ook enorm veel verschillende manieren om eraan te komen. En uh, aangezien ik al best veel geld heb, kreeg ik heel veel vragen van mensen die zeiden: van nou hoe kom je er nou precies aan? Heb je cheats? En dan weet ik veel wat. En uh, ik zal gelijk zeggen, er zijn geen cheats, er zijn geen cheats voor, uh, voor geld. Er zijn wel glitches, maar uh, als je dat graag wil zien, moet je maar gewoon op uh, YouTube kijken. Ik ga je daar niet naartoe, want ik vind zelf glitchen beetje, een beetje sad. En uh, ik denk als je met aandelen werkt, dat je dan net zoveel nog uh, kan verdienen. Eigenlijk dan met die, um, met die glitches. Maar uh, ja, daar ligt er maar net aan, daar kom ik zo meteen nog op. Maar in ieder geval, zoals jullie weten, in GTA kun je heel veel verschillende dingen doen om aan geld te komen. Je kunt overvallen plegen op, um, op geldbusjes, dat is denk ik uh, een van de beste dingen die je kunt doen, dat is uh, dat verdien je ongeveer 5.000 uh, dollar mee, tussen 2.000 en 7.000, maar meestal is het rond de 5.000. Uh, Verder rest ja overvallen op, uh, op winkels, nou, Daar krijg je nooit zo heel veel voor rond de 500 volgens mij. En um, ja, allemaal van die kleine dingetjes zo, je kunt races doen, krijg je geld mee. Je kunt uh, van die stunt jumps doen met die parachute, krijg je geld mee. Dat zijn allemaal kleine dingetjes, maar om daar echt uh, uiteindelijk 150 miljoen mee te verdienen, gaat het niet worden, want volgens mij kost die golfbaan kost 150 miljoen. En, en dat ga je dus sowieso niet halen op die manier. Nou, de beste manier om uh, aan geld te komen is gewoon door de campaign uit te spelen. Dat is gewoon een feit. Dat is gewoon, als je de campaign uitspeelt, dan eindig je sowieso al met um, volgens mij rond uh, de 15 tot 30 miljoen ongeveer. Dat daar tussenin kan het liggen. Ik weet niet precies uh, wat alle factoren zijn om veel geld te krijgen. Je kunt beslissingen nemen in een campaign en. Um, Sommige beslissingen zijn beter dan andere. Bijvoorbeeld als jij uh, grote overvallen moet gaan plannen. Dan raad ik je altijd aan om, om de beste mensen te kiezen. Ik heb een keertje wat slechtere mensen gekozen. En dat was volgens mij een bepaalde overval met diamantenroof. En uh, toen viel een van uh, die kereltjes die ik had uitgekozen. Die viel met zijn motor. Waardoor ik uh, sowieso al 2 miljoen verloren had aan die overval. Dus uh, het is altijd belangrijk om gewoon betere mensen te nemen. Die vragen ook wel... Um, een grote percentage, maar uiteindelijk denk ik wel dat je daar uh, gewoon ja, veel meer winst mee maakt. Um, nou, zoals ik dus al zei, campagne uitspelen, dat is denk ik wel iets wat logisch is. En dat is ook wat ik heb gedaan, ik heb ook verder niet heel veel meer geld uh, gekregen. Ik kreeg sowieso niet gek veel, ik kreeg geen 30 miljoen, maar een vriend van mij had er volgens mij wel tegen de 30 miljoen aan. Zodoende weet ik dat dat ongeveer uh, tussen ligt. En, ehm, um, ja, voor de rest, aandelen. Aandelen is iets uh, wat een grote rol speelt in uh, GTA V. En dat is best pittig om uit te leggen. Want als je het gewoon niet snapt, dan snap je het gewoon niet. En dat is gewoon echt heel irritant om dus uit te leggen. Maar, um, we zullen wel eerst even uh, kijken. Want, uh, het is makkelijk, zoals ik jullie gelijk ervoor laat zien. Nou, als je in aandelen wil handelen, dan, uh, dan moet dat via internet. Dus dan pak je gewoon je telefoon erbij. Dan kun je dus gewoon een pijltje omhoog. En als je internet, dan ga je internet toe. Dan kom je op deze pagina terecht. Dit is de startpagina, zeg maar, voor. Uh, voor GTA, dan zie je Money and Services. Nou, dan klik je daarop en dan heb je LCN en Barsack. En Barsack is meer van multiplayer. Deze is volgens mij gelinkt met multiplayer. Dat kun je volgens mij ook zien hier staat Social Club. Dus die is gelinkt met uh, multiplayer. Hier zul je volgens mij niet gek veel mee doen. Tenzij je het hoort op, uh, op de radio of door uh, Strangers. Want, uh, zal ik even uitleggen? Soms hoor je op de radio bepaalde dingen hoe het gaat met aandelen. Dus dan kunnen ze zeggen: van, Hé, hey, dat bedrijf gaat op het moment heel erg slecht. Dan moet je eigenlijk kijken wat de concurrent van het bedrijf is. Want dan gaat de concurrent altijd enorm goed. En dan kun je daarin investeren. en kun je heel veel geld maken. Nou verder is dat ik laatst ook een keer iets met strangers. Ik kwam een stranger tegen die had uh, autopech, Nou die had ik naar het vliegveld gebracht. Hij zei ze van. Hey, je moet in dit bedrijf moet je investeren. Dat had ik gedaan. Uiteindelijk had ik er ook 4 miljoen winst mee gemaakt. Dus het is gewoon enorm belangrijk dat je gewoon echt aandacht hebt. Voor wat er allemaal in de, in de game gebeurt. En niet dat je alleen maar aan het rijden bent. En dat je gewoon alleen maar muziek luistert. En niet. Oplet wat er ook op de radio komt, of wat die strangers allemaal zeggen. Want uiteindelijk is dat gewoon enorm belangrijk. Nou, in ieder geval, hier heb je LCN, en uh, hier zul je het waarschijnlijk het meeste mee doen. En uh, nou, dit is gewoon beginpagina. Dan kun je zien welke het meeste gestegen zijn, het meeste gezakt. Uh, deze stijgt altijd, die eerste. En dat komt omdat dat. Uh, dit is voor uh, verzekeringen. En uh, verzekeringen, ja, in GTA gebeurt er altijd wel al iets. Er ontploffen altijd auto's. Uh, ja, altijd wel iets, zeg maar. Er wordt altijd wel iets gejat, noem maar op. En daarom gaat het altijd omhoog. En uh, je kunt hier op zich ook zelf een beetje meewerken. Als je, als je bijvoorbeeld uh, auto's opblaast. Dan gaat de verzekering dus omhoog. En dan gaan deze aandelen dus ook omhoog en noem maar op. En dan kun je dus uh, uiteindelijk veel winst mee maken. Het, proble het probleem bij dit is dat het uh, eigenlijk altijd wel een beetje op zijn top zit. Dus het stijgt nooit gek veel. Het zal altijd wel wat stijgen. Dus je kunt hier volgens mij nooit echt veel verlies mee maken. Als je hier in die insurance uh, ja, uh, aandelen mee gaat uh, handelen, als het ware. Maar zoals ik dus al zei, je kunt een beetje ja, meehelpen met die aandelen. Dus in de zin van, um, je kunt uh, investeren in het ene bedrijf, bijvoorbeeld in GoPostal kun je investeren. En dan heb je PostOP, dat is een concurrent. Dus als ik in GoPostal investeer, dan kan ik uh, PostOP-busjes opblazen, waardoor GoPostal met aandelen omhoog gaat. En zo kun je eigenlijk uh, dat alles doen. Hetzelfde voorbeeld, heel simpel voorbeeld. Je hebt Cola en, um, en 7up, klinkt heel stom, maar bijvoorbeeld. Cola en 7up zijn concurrenten van elkaar. Als ik in cola investeer, dan kan ik 7up-busjes opblazen, waardoor de cola-aandelen mogen gaan. Dat is denk ik het makkelijkste als voorbeeld. Nou, dit uh, werkt over het algemeen wel, maar het is altijd een beetje moeilijk. Soms uh, dan dalen de aandelen alsnog. Dus het is altijd moeilijk wat je doet met die, uh, met die aandelen, want um, het, het doet nooit precies wat jij echt wil. En um, ja, je kunt er ook gewoon op gokken dat ze aandelen mogen gaan. Dus je gaat gewoon niks doen. Je gaat gewoon slapen de hele tijd. De hele tijd 8 uur skippen. Want als je gaat slapen, dan skip je tijd. En dat is enorm handig. Want um, ja, zo kun je dus gewoon kijken wat de aandelen doen. Maar uh, persoonlijk raad ik aan om uh, de current price. Dan pak je de laagste of een van de laagste. Nou, Meriwether zou ik persoonlijk niet doen. Live Invader ook niet. Want die komen in de campaigning kitje naar voren. En dan. Um, en dan heb je heel veel problemen of zoiets. Uh, dat, ja, ik ga dat verder de rest niet proberen te spoilen. Maar in ieder geval, het komt een keer in de campaign uh, naar voren. Dus ik raad het je uh, aan om dat niet uh, te kopen. Maar um, uh, laten we zeggen. Even kijken, we pakken dit ding wel. Tum, tum. Ja, dit is geen goed voorbeeld. Je moet eigenlijk kijken welke dus goedkoop zijn. En dan koop je gewoon iets wat goedkoop is. En dan kijk je naar de low. Hij moet eigenlijk zo dicht mogelijk bij de low zitten. Dus het laagste punt. En uh, dat betekent dat hij niet vaak meer verder zakt en dat hij dan alleen nog maar gaat stijgen. En je moet hier eigenlijk ook keer kijken, maar volgens mij gaan die aandelen altijd op en neer. Dus als het op een gegeven moment heel te blijft zakken, je gaat echt in de min, dan zou je het beste gewoon kunnen wachten, want uiteindelijk gaat het toch weer omhoog. Dus uh, volgens mij is dat echt in, uh, in GTA. En misschien met meest banken, banken overvallen, ik weet niet. Maar je moet eigenlijk even kijken iets wat heel erg laag zit. En op het moment zie ik eigenlijk helemaal niks. Nou hier. deze zit heel dicht bij het laagste punt. Bank of Liberty. Nou, wat je hier verder aan kan doen, dat weet ik zo niet. Je kunt waarschijnlijk uh, bank overvallen. Ja, ik heb er iets over gehoord dat je dat kan doen. Ik heb het alleen zelf nog niet voor elkaar gekregen. Maar um, ja, volgens mij kan dat alleen in de multiplayer ofzo. Maar dan moet ik nog even kijken. Als ik daar achter kom, dan krijgen jullie het sowieso te weten. Want je kunt die banken wel in. Dus ik denk wel dat je er iets mee kan doen. Maar stel, ik ga uh, investeren in, uh, in deze. Nou, ja, ik kan wel even wat aandelen kopen. En um, ja, hoeveel zullen we doen? Ik ga niet allemaal 18 miljoen. Dat duurt veel te lang. Nou, trouwens, het gaat op zich nog best snel. Ik doe wel gewoon, uh, weet ik veel, iets. Ik zie niet eens wat voor bedrag staat, jongen. Het gaat zo snel op en neer. Ik doe wel gewoon zo, perfect. Nou, confirm. Nou, we hebben wat aandelen gekocht. Het is niet gek veel. Maar uh, ja, nou kun je dus gewoon opgokken dat uh, de aandelen gaan stijgen. Kijk maar, hier, ik heb alleen de pagina refreshed en ik heb al uh, dik winst gemaakt. Ja, dik. Het is eigenlijk bijna niks, maar ik heb al winst gemaakt. En uh, dat is juist het grappige aan dit. En um, ja, hiermee maak je eigenlijk waarschijnlijk het meeste geld Maar zoals ik al zei, het kan stijgen en zakken Dus uh, op een gegeven moment, dan, uh, dan kan het zijn dat je ineens in de min staat Nou ja, ik zou gewoon wachten tot het weer in de plus komt Het komt uiteindelijk gewoon weer in de plus En um, het leukste hieraan is ook Het gaat bijvoorbeeld, uh, het stijgt Maar op, het, op een gegeven moment stijgt het niet meer, dan blijft het hangen En dan weet je gewoon dat dat het moment is om te verkopen Als ik nou bijvoorbeeld even snel ga slapen, dan kan ik laten zien Even snel slapen. Dan skip je dus 8 uur. Dat is uh, de makkelijkste manier. Anders moet je allerlei dingen gaan doen. Nou, ik raad je aan om gewoon even dit te doen. Je hoeft hem vervolgens niet te geven. Gewoon heel te cancelen. Want je skipt toch die zoveel uur. Ja, nou, is dat weer avond. En dan kan ik kijken hoe het met mijn aandelen staat. Het kan zijn dat ze nou dus gezakt zijn. Het kan dus ook zijn dat ze gestegen zijn. Ja, dat weet je dus nooit. Oh, die moet ik hebben. LCN. Dan ga je naar My Port Portfolio. Nou, het is dus weer gestegen. En zo kun je dus constant gaan kijken. En op een gegeven moment, het kan dus zijn dat hij in de min gaat. Ik zou het op dat moment dus niet verkopen. Ook al blijft hij verder in de min gaan. Want uiteindelijk gaat het volgens mij altijd weer omhoog. Ik zal voor de grap nou nog een keertje uh, gaan slapen. En uh, ja, kijken dat het nog meer gestegen is. En hoe meer geld je investeert, hoe meer winst je kan maken. Dat is volgens mij ook vrij voor de hand liggend. Maar uh, het is best moeilijk om zoiets uit te leggen. Als je gewoon geen flauw idee hebt uh, wat het allemaal is en hoe het werkt. Dus uh, ik hoop dat het toch een klein beetje duidelijk is. En uh, ja, als je dit soort dingen doet, dan uh, kun je het beste gewoon eerst eerste campagne uitspelen. Want dan heb je dus zoveel mogelijk geld om te investeren. En nou is er gelijk trouwens nog iets wat ik bijna vergeten was. Hier heb ik maak volgens mij nog meer winst. En dat is, uh, er zijn missies van um, Lester. Lester is die kerel in de, die rolstoel. Nou, Spoil ik volgens mij nog niks mee. Maar in ieder geval is hij een kerel in die rolstoel. En um, die uh, geeft je bepaalde opdrachten als je met uh, Franklin speelt. Franklin is dus deze personage. En als zij dus de missies geeft van de assassination missies, dan moet je bepaalde CEO's van de bedrijven afmaken. En dat zijn missies, dat zijn side missies, die moet je eigenlijk bewaren voor het einde van de game. Totdat je de campagne hebt uitgespeeld. Want um, als je dus uh, die CEO's gaat uh, vermoorden, dan moet je juist in andere bedrijven investeren. Dat zijn echt de perfecte momenten om dus in bedrijven te investeren. Daar kun je echt miljoenen mee maken op dat moment. Dus ik raad je aan om die side missies altijd als laatste te doen van, uh, van Lester. Want dan kun je dus zoveel mogelijk geld investeren en dus zoveel mogelijk winst maken. Maar in ieder geval, uh, ja, ik denk dat dit eigenlijk zo'n beetje alles was wat ik jullie kan vertellen over aandelen. Als het onduidelijk was, sorry maar um, ja, ik kan het eigenlijk ook niet uh, beter uh, uitleggen. Ik ga mijn best doen om het uh, nog duidelijker te krijgen. Dan kan ik misschien nog een keertje in de toekomst een andere video maken. Maar um, ja, ik hoop toch dat het een klein beetje duidelijk was. Als je het leuk vond, laat een like achter. En uh, ik zou zeggen, laat in de comments achter. Hoeveel jullie al aan winst hebben gemaakt met aandelen. Bij mij is het dus. Uh, lol. Chop wil stopvallen. Ik had hem meegenomen, of niet? Maar in ieder geval. Um, ik heb nou dus iets van 4 miljoen winst gemaakt. Ik gebruik bijna nooit die aandelen. Want ja. Ik moet uiteindelijk wel meer geld hebben. Maar uh, ik ben altijd zo iemand die dan. Ongeluk heeft. Mijn aandelen zullen altijd zakken op een of andere wonderlijke wijze. En het gaat wel weer omhoog. Maar meestal doe ik al mijn geld dus even als aandelen verkopen. Waardoor ik op dat moment niks anders kan kopen. En meestal wil ik toch even wat, wat dingen doen. Dus ja, autos tunen of zo. En ja, volgens mij heb ik nu ook bedrijven gekocht. Ik heb nu die uh, Los Santos Customs gekocht. Dus voor mij is het nu allemaal gratis. Dus nou zou ik op zich al mijn geld wel kunnen investeren. Want het geld heb ik op het moment toch niet nodig. Maar uh, ja, ik hoop in ieder geval toch dat jullie de video leuk vonden. Als jullie de video leuk vonden, laat een like achter. En uh, ja, dan zie ik jullie uh, de volgende keer weer. Dus uh, houden we.